Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend trekt de laatste regen in het oosten weg. Verder schijnt er dan van tijd tot tijd de zon, maar er is ook vrij veel bewolking. In de loop van de middag zal de bewolking verder gaan toenemen. Verder waait het eerst nog matig uit westelijke richting, maar in de loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten en gaat dan behoorlijk toenemen. Hij wordt matig tot krachtig en in het Waddengebied en noordwestelijk kustgebied later soms hard, weerkracht 4 tot 7. Het wordt vanmiddag 12 tot plaatselijk 15 graden. Vanavond kan er vooral in het noorden weer wat lichte regen of een bui vallen. Verder waait het nog steeds stevig uit zuidwestelijke richting. Pas laat in de nacht en morgen overdag gaat de wind geleidelijk aan weer afnemen. Ook morgen hebben we te maken met veel bewolking. Af en toe misschien een enkele bui, maar op de meeste plaatsen denk ik dat het wel droog blijft. Het wordt ongeveer 14 graden en dat is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Ook woensdag, donderdag en vrijdag blijft het licht wisselvallig weer met soms wat lichte regen, maar vaak ook droge perioden, met name op de vrijdag is er wel een wat grotere buien De middagtemperatuur blijft zo rond de 15 graden liggen, en naar zee kan het nog steeds stevig waaien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.